op deze misdrijven. Ik dank u. Meneer de voorzitter, ook hier hoor ik weer het typische wegkijken, ontkennen, negeren, bagatelliseren van het probleem zoals het werkelijk voor ons ligt. Het is notabene in België zelf, in Molenbeek, in al die andere delen van Brussel waar op straat werd gedanst en gejuicht toen de aanslagen op Zaventem en in Maalbeek plaatsvonden. En dan krijgen we nog steeds dit soort domme vragen. Ik werp dat verre van mij. So, das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Funtulis.